Hallo, hallo, hey fuck. Anke hier, jouw persoonlijke cheerleader, eigenares van My Melanate, allround fashion stylist, make-up artist. En vandaag kom ik jou inspireren, iets leren en zoals in de stories net besloten, gaan we het hebben over combineren en hoe je dat precies doet om te voorkomen dat je op een clown gaat lijken. Want dat is een zin die ik hier de laatste tijd heel veel gehoord heb. Ja, maar Anke, ik wil vooral weten hoe ik kleuren draag, hoe ik kleuren combineer, zonder dat ik er als een clown uitzie, zonder dat ik mezelf voor schut zet. Dus ik ga jou vandaag wat technieken leren om te gaan combineren, om ervoor te zorgen dat je heel veel kleur kunt dragen, zonder dat het clownesk wordt. En ik heb daarvoor een aantal materialen klaargehangen. Dat is mijn didactisch materiaal vandaag, maar ook ikzelf ben didactisch materiaal. Want ik ga starten met mijn favoriete tip. Kom maar allemaal rustig binnen. Ik ben hier aan het ratelen gelijk een raket. Kom omdat ik net de eerste video's van mijn challenge heb opgenomen. Op mijn persoonlijke account Ankestine ga ik de komende 33 dagen, startend vanaf morgen, elke dag een verhaal vertellen over een kledingstuk uit mijn kledingkast. En daar heb ik net de eerste video's van opgenomen. Dus ik ben helemaal hyped en enthousiast. Dus dat is waarschijnlijk wat je voelt. En ik heb dat hier opgenomen om de simpele reden dat mijn vriend niet stil kan zijn. Dus ik wou dat deze morgen doen. Maar ik hoorde hem eten, de vaatwasser uitladen, de honden begonnen te eten. Ik denk, nee, dit gaat het niet worden. Dus ik heb het allemaal meegenomen naar hier. En ik heb hier de eerste video's opgenomen. Dus ook heel leuk als je daar mee volgt. Maar dat is vanaf morgen en dan 33 dagen tot aan mijn verjaardag. Dus tot en met 15 mei. En vandaag ga ik jou meer vertellen over kleren en kleuren combineren en hoe dat je dat aanpakt. Ik ga je een paar principes uitleggen, ik ga je een aantal tips geven. En ik ga beginnen met mijn lievelingstip. Want als je kleur draagt en prints draagt, dan is er één heel makkelijke manier om die te gaan combineren. Namelijk de kleuren van die print nemen en dat herhalen in je outfit. Zoals ik hier bijvoorbeeld ook gedaan heb, ik heb een gele top aan op deze super kleurrijke, vrolijke, zwierige rok. Echt een van mijn favorietjes uit de collectie op dit moment. En in die streep zitten zowat alle kleuren. Zonder dat die rok er bont, bombastisch, te kleurrijk uitziet. Wat je wil voorkomen is dat je erover gaat gaan, maar je wilt eigenlijk in de tonen van die rok verder werken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een gele top aangedaan. Die kleur die komt absoluut terug in de lijnen van deze rok. En ook de kleur van mijn blazer komt helemaal terug in de rok, waardoor dat zich dat doorvertaalt. Dus een makkelijke manier om een gekleurde print te gaan combineren is kleuren herhalen vanuit die print. Ik kies meestal één of twee kleuren om te herhalen en die herhaal ik dan in alles. Dus zowel in mijn kledingstukken als in mijn accessoires. Ik heb dan nu ook gekozen voor een geel sleffertje erbij aan te doen. En als oorbellen, even laten zien, koos ik voor paarse oorbellen, zodat dat ook een geheel gaat vormen. Dus je wilt je eigenlijk beperken tot een maximaal aantal kleuren. Ik heb nu voor 3 kleuren gekozen. Dat kunnen 2 kleuren zijn. Dat kunnen er ook 4 zijn, afhankelijk van hoe dat jij met je accessoires wegkomt. Maar probeer het bijvoorbeeld tot 3 te houden in het begin. Ik ga heel even mijn blinds eruit doen. Ik heb het verschrikkelijk warm. No worries, dat was tip 1 al. Als er trouwens, terwijl je aan het kijken bent, vragen zijn, bedenkingen zijn, dingen die je wilt weten of nog extra wilt vragen, stel ze gerust in de chat, dan neem ik die ook sowieso mee. Kijk je een replay, dan geldt hetzelfde. Reageer even in de comments en dan antwoord ik nog met heel veel plezier. Alright, ik heb hier van alles voor jou klaargehangen om gaandeweg een aantal dingen uit te leggen. En vandaag heb ik me vooral gefocust op hoe ga je een print combineren met een kleur. Omdat daar wel veel vraag naar komt, maar daar komt ook al de rest in terug van hoe ga je kleuren combineren. En dan heb ik hier bijvoorbeeld allereerst de hele Ludge Wikkelrok uit de nieuwe collectie die is toegekomen, klaargehangen. Die maakt zo een mooi geblend geheel qua kleur. En als je dan naar de print gaat kijken, dan kom je een heel aantal kleuren tegen die je gaat kunnen verwerken in jouw outfit. Wat je kan doen, is die gele top aan doen, dan ga je het gele accentueren. Opnieuw met die gele slippers, dan ga je het gele accent in de kijker zetten. Ik heb hier ook klaargehangen een koraalkleurig t-shirt. Wat dan weer iets meer die koraaltinten uit de rok naar voren gaat brengen, wat ook een heel mooi, fris, vrolijk geheel gaat vormen. En wat eigenlijk gewoon mooi in elkaar versmelt, doordat je die print, de kleur van de print herhaalt in je bovenstuk of in je schoenen en je accessoires. Dus ga eigenlijk aan de slag met de print van je kledingstuk. Dat is de makkelijkste tip die je kan geven. En ga daarmee spelen en je outfit verder afwerken.
kijken naar kleuren die samengaan, ja, dan zijn het sowieso de kleuren die in jouw print zitten, die sowieso mooi gecombineerd zijn samen. Maar ik heb hier ook nog dit klaar liggen. Dus dit moet even de kleurencirkel voorstellen. Als iemand zo een grote poster heeft van de kleurencirkel, van de kleurentheorie, bezorg je mij, dan kan ik die voortaan gebruiken. Ik zal eens online zoeken of ik dat kan vinden. Maar beeld je even in dat dit een cirkel is, dat paars en paars rond tegen elkaar staan en dat paars tegenover geel staat. Dan wil dat zeggen, als je met de kleurencirkel aan de slag gaat, dat je op drie manieren gaat kunnen combineren. Heel even ademen. Want ik ga gelijk een trein en ik heb vandaag geleerd dat ik op de kleurtrein zit. Kleur, kleur! Oké, she did it. She did it. She did it. Yes, she did it. Sorry daarvoor. Alright, dus de kleurencirkel. Wat ga je kunnen doen? Je gaat op drie manieren kunnen combineren. Ofwel ga je de kleuren die langs elkaar liggen combineren. En daar hebben ze bijvoorbeeld in dit onderstuk gedaan, daarom dat ik het wil laten zien. Dus wat hebben ze hier gedaan? Geel, groen, paars, roze. Of ja, paars, roze. Dus geel, groen, roze. Zie je, ze hebben op die manier gecombineerd. Dat zijn analoge kleuren, dat zijn de kleuren die langs elkaar liggen, die ze zijn gaan combineren. Wat kan je nog doen? Kleuren die tegenover elkaar liggen in de kleurencirkel. Bijvoorbeeld blauw en roze, die liggen tegenover elkaar in de cirkel. En dan kom je bij deze uit. Dus hier hebben ze blauw en roze gecombineerd in een kledingstuk. Als je nu dit kledingstuk verder wilt afwerken en verder wilt stylen, dan raad ik je aan om ook weer met de kleuren van die print aan de slag te gaan. En bijvoorbeeld te kiezen voor een roze vest of een witte vest. Dan gaat het gemakkelijkste zijn. Of je doet beide. Je trekt bijvoorbeeld een witte vest hierop aan. Dan gaat dat witte accent ook iets meer naar voren komen. En je werkt met roze accenten bijvoorbeeld in je make-up of in je schoenen. En werkt het zo verder af. Ik bijvoorbeeld zou hier heel graag een roze jasje op aantrekken. En dan in mijn accenten bijvoorbeeld nog een extra kleur toevoegen om het nog wat speelser te maken. Dat zijn weer die drie kleuren waar ik het daarnet over had. Dus probeer in het begin je te beperken tot drie verschillende kleuren die je dan doorheen je outfit laat terugkomen. Deze outfit doet het je voor en die combineert blauw, roze en wit. Maar je kan perfect daar nog een extra kleur aan toevoegen. Ik zou bijvoorbeeld kiezen voor nog wat extra geel eraan toe te voegen. Waar is mijn kaartje? En dan ga je zien dat die ook wel een beetje tegenover elkaar in de cirkel liggen. Ik heb geen cirkel. Heb ik een cirkel? Kunnen we aan een cirkel geraken? Dat maakt het leven wel makkelijker. Wacht. Hallo, dat is lekker dichtbij. Heb ik ergens een kleurencirkel op mijn telefoon staan? Vast. Maar de vraag is waar. En ik ben zo zwaar aan het ademen. Mijn excuses zeg. Vertel me een keer, hoe is het met jou? Er heeft nog niemand iets gezegd in de comments, dan begin daar maar eens mee. Ik ga terwijl mijn kleurencirkel zoeken. Normaal gezien heb ik die hier ergens gebruikt voor mijn video's van de Lente Schoonmaak Challenge. Daar kan je trouwens nog altijd aan meedoen. Ik zal dat er wel vertellen als ik hier tussen mijn pagina's scroll. Dus de Lente Schoonmaak Challenge, daarin gaan we aan de slag met jouw kledingkast. En gaan we eigenlijk ervoor zorgen dat jouw kledingkast helemaal klaar is voor het nieuwe seizoen. En als je lente reageert nu hieronder in de chat of je reageert straks na de video, na de live op de video, dan ga je die kijken. Dan krijg je een automatisch berichtje van mij om deel te nemen aan de Lente Schoonmaak Challenge. En dan had ik net gezegd, naast elkaar, dus blauw en roze ligt eerder langs elkaar als je bij de complementaire kleuren kijkt. Analoge kleuren kunnen dus drie tinten groen zijn, maar kunnen dus ook groen, geel, oranje zijn, die naast elkaar gecombineerd zijn. En dan kan je nog op een derde manier dus in een driehoek gaan combineren. En dat wil zeggen dat je eigenlijk een driehoek maakt over de kleurencirkel en dat je die kleuren samen gaat combineren. Laat even weten of dat op deze manier duidelijk is. Nu ben ik wel vrij klein, kan ik dat ook omgekeerd zetten? Ha! Zien jullie de... Oh, nee, niet inzoomen alsjeblieft. Zien jullie dat nu ook omgekeerd? Maar dat is nu wel mini, hè? Kan ik dat niet groter maken? Nee. Dat is misschien te mini. Laat even iets weten. Kunnen we dat zo zien? Snappen we dat zo'n beetje? Misschien is het ook vooral voor mij. Want wat was ik aan het zeggen met dat blauw? Ja, ik zou dan dus nog bijvoorbeeld een geel accent durven aan toevoegen aan die outfit. En bijvoorbeeld voor een gele hak en gele oorbellen gaan. En dan was ik inderdaad aan het kijken of dat tegenover elkaar staat in de kleurencirkel. Nee.
meer. Een beetje langs elkaar. Maar dus, je kan in principe wel alle kleuren onderling combineren. Dat bewijzen deze drie technieken ook wel. Maar dat zou ik doen. Wat je ook altijd kan doen, is kleur op kleur gaan combineren. Dan maak je het jezelf iets eenvoudiger. Dat is ook een stukje de analoog. Dus die drie tinten groen wat ik net zei. Ik weet niet, kan ik hem nog een keer groot zetten? Nee, dat ga je wel. Die drie tinten groen. Of verschillende tinten geel, zoals ik je nu ga laten zien. Kijk mij maar eens, high tech. Oh yeah. Want ik heb hier klaargehangen in dat topje wat ik aan heb. Gecombineerd met deze supermooie wikkelrok van Moncol. Dat geel komt er ook exact in terug. Als je dan ook een geel schoentje combineert, heb je een heel mooie samensmeltende outfit. Ton sur ton op elkaar zorgt er ook voor dat het verlengt en versmalt. Dus kleur op kleur. Het zorgen dat je langer en smaller lijkt voor de mensen die gestemd hadden op nee, ik wil liever tips over hoe ik niet zo'n klein dropje lijk. Is dat daar ook een tip voor? En zo min mogelijk preeklijnen is ook een goede tip als je niet heel klein wilt lijken. Secret tip! Oepsie! Als je daar nu wat extra kleur in wilt brengen, kan je weer naar die kleurencirkels gaan kijken. En een keuze maken, wil ik een kleur die daar tegenover ligt, bijvoorbeeld paars eraan toevoegen. Ik zal hier dan heel even mijn blazer aan doen. Daarom dat mijn outfit ook zo goed werkt. Dus dan krijg je het op deze manier. Wacht, ik doe even terug groot. Dat is allemaal fantastisch. Dus op deze manier zie je dat je daar een beetje contrast aan brengt. En die liggen tegenover elkaar in de kleurencirkel. Noemt ook wel wat color blocking, maar is ook heel leuk om mee te spelen in je outfit. En om nog een extra kleur toe te voegen. Ja, zo is het nu eenmaal. Zeg, is het allemaal duidelijk wat ik hier aan het vertellen ben? Laat eens iets weten, want jullie zijn zo bedacht stil daar. Aan de overkant. En ik ben zo bedacht buiten adem. Aan deze kant. Ik zal even herhalen wat we tot nu toe gezien hebben. Dat is voor mezelf om even op adem te komen. Dus we hebben al gezien dat we kunnen kijken naar de print die we dragen om daar kleuren in te gaan herhalen in onze outfit. En dan zou ik het beperken tot ofwel één kleur herhalen ofwel twee kleuren herhalen. En die ook terugbrengen in je accessoires. Heb ik hier laten zien met enkele voorbeelden. En als je dan gaat kijken naar kleuren die met elkaar mooi matchen, ja, zijn er eigenlijk geen regels en dat zijn de regels. En ga je eigenlijk heel mooi gaan kunnen combineren. Maar belangrijk daar is dat je die kleuren laat terugkomen. Of dat je van een kleur zowat overgangkleuren kiest. Zoals die gele wikkelrok met het gele topje waarin die kleur eigenlijk mooi in elkaar overgaat. Dat had ik verteld. Dan hadden we het gehad over nog een accentkleur toevoegen. Zoals hier bijvoorbeeld paars toevoegen. Hier zou ik geel durven toevoegen. Dat ben ik. Dan moet je zelf in voelen wat dat voor jou werkt en waar jij je prettig bij voelt. Of waar jij je goed in voelt. Baby steps in het begin. Begin met eerst een simpele combinatie of een simpele color clash te combineren. En ga dan een stapje verder. En dan heb ik hier nog deze hele leuke blouse klaar hangen. Met die hele mooie kleurrijke print. Waarin dat je dus ook weer heel veel inspiratie kunt halen om je outfit verder af te werken. Je kan verder gaan werken met geel. Kijk, zal ik het zelfs niet klaar gaan hangen en niet voorbereid. Maar zo ga je die ook super leuk kunnen combineren en dan komt dat de gele accent weer terug. Of je gaat bijvoorbeeld kiezen voor blauw. Dan zal ik wel klaar gaan hangen met deze blauwe broek. En dan gaat dat blauwe accent meer naar voren komen en gaat dat meer het accent zijn van je outfit. En dan kan je nog kiezen om bijvoorbeeld met wit te spelen in je accessoires, met geel te spelen in je accessoires of met roze te spelen in je accessoires. Ik zou daarin wel durven kiezen en nog een tweede kleur laten terugkomen. Dus bijvoorbeeld als ik dan mijn gele sloefjes daaronder aan doe, zou een leuk extra accent zijn om dat geel van die blouse te laten terugkomen. That's what I would do. En als je dan gaat kijken, ja, print op print. Heel leuk om te doen. Makkelijkste daar is dezelfde print op dezelfde print combineren. Ik noem het nu heel moeilijk. Maar dus gewoon print op print, twee keer hetzelfde, dat je zo'n cohort krijgt, zo'n soort set krijgt, waarin dat gewoon doorloopt en eigenlijk een geheel gaat vormen. Of je gaat kijken in jouw print, welke kleur daar aan terugkomt en dan een variant van die kleur nemen in jouw print. En zo kan je bijvoorbeeld deze top, waar dat zo ook wel dat grijs beige in zit, kan combineren met deze gestreepte broek. En dat gaat totaal niet storen. Omdat die kleur daarin terugkomt en dit een zachtere print is dan deze.
bijvoorbeeld. Is dat allemaal duidelijk? Laat ons even weten. Stuur ons hartjes als we mee zijn met de zaak. Stel vragen in de chat als je nog iets extra wilt weten daarover. Of als je nog extra vragen hebt. Wat ik bijvoorbeeld dus minder zou doen, is deze print combineren op deze rok. Want die kleuren die hebben geen match. Daar is geen overeenkomst, behalve misschien dat geel, maar ook niet echt. Als hier nu in deze kleuren eerder zo dat groen zat en dat paars zat, dan zou dat bijvoorbeeld wel heel leuk gaan om te combineren. Alright, dat waren de tips die ik had voorbereid. Dus, hoe ga je combineren? Ofwel kijk je naar de print die je draagt en ga je daar de kleuren van herhalen. Kies er één of twee die je dan gaat herhalen in je andere stuks en in je accessoires. Ga kiezen voor kleuren die met elkaar clashen. Dus complementaire kleuren die tegenover elkaar liggen, zoals paars en geel. Kies voor toon op toon kleuren die hetzelfde zijn. Dus gele tinten door elkaar gemengd, wat ook gaat verlengen. Of kies voor analoge kleuren, de kleuren die langs elkaar liggen in de kleurencirkel. Welke vragen heb je daar nog over? Wat wil je daar nog graag over weten? Wat kan ik jou nog bijleren daarover? Of zijn de tips duidelijk? Laat van je horen. Laat van je horen. Ja, mijn haar. Ik ben blij dat ik volgende week naar de kapper kan. It's a disaster. Oké, vertel een keer. Wie is er nog live aan het kijken? Welke vragen heb je? Iris of Claire? Zeg het me een keer. Wat wil je nog graag weten? En als het helemaal duidelijk is, dan mag je ook een hartje sturen. Dan weet ik dat ik hier kan afronden. En dan post ik de tips sowieso ook op mijn Instagram-pagina. Oh, kan ik die... Kan ik dat kadertje nu ook wegdoen? Niet meer delen. Want zo kan je bijvoorbeeld ook naar zo van die kleurovergangen kijken. En kijken wat je daar mooi vindt samen. Dat is sowieso ook altijd een goed idee. En als je nog twijfelt over wat nu bij jou past, wat nu in jouw kledingkast mag blijven of niet, en dat eigenlijk jouw kast nood heeft aan een opruimbeurt, dan mag je altijd reageren met lente, nu tijdens de live of nadien hier onder deze video. Dan krijg je een automatisch berichtje van mij waar je je e-mailadres kan achterlaten. En via daar krijg je een 5-daagse mini-training van mij waarin we samen de kledingkast gaan opruimen. Ik vergeet het af en toe te vermelden omdat de mijn opgeruimd is. Good for me! Maar ik help jou graag met raad en daad om die van jou ook op te ruimen. Oké, Claire zegt, ik doe vanavond mijn roze jasje aan en eventueel een wit blouseje onder. Welke broek doe ik het beste aan? Alright, het jasje, als ik het goed heb, is het zo wat magenta roze? Ja? Dan kan je... Wacht, ik ga mijn... Oh, ik ga die nooit meer terugvinden nu, hè. Ik kan mijn cirkel nog een keer erbij nemen, maar niet erg. Wacht, ik denk dat ik weet over welk betreffend jasje het gaat. Ik neem het er even bij en we gaan even mogelijkheden afscannen. Dus Claire, stel, dit is het jasje met een witte blouse. Heb ik dat juist onthouden? Een wit blouseje eronder, yes. Oké, kan ik dat hier ergens hangen zonder dat ik op mijn gezicht ga? Even plaats maken. Kijk, als er nog iemand vragen heeft, ik geef maar een gul. Dan doen we even een privé sessie. Alright, kijk. Mijn jas moet dan wel terug uit. Juist, yes. Kijk maar eens Claire, hoe dat ik dat weet. Ja, wat sowieso leuk is om te doen, is heel simpel en eenvoudig een blauwe jeans eronder. Dat magenta en dat blauw, daar liggen ook wel een beetje tegenover elkaar. Dus een blauwe jeans maakt het zo wat casual, zo wat naturel. Maar eerder misschien een casual look. Beetje gebroken wit blouseje, heb een lichtblauwe jeans. Ja, kan heel leuk zijn. Misschien iets lichter nog dan deze. Maar lichtblauw vind ik een goed idee. Kijk hoe mooi dat dat combineert. Blauw en roze zie ik zelf ook wel heel graag als combo. Dus hè, je kan bijvoorbeeld een jeansje, een lichte blauwe jeans, ook super plezant. Dan krijg je zo... Kijk, dat kaartje heeft echt... Heb ook een felgroene broek. En ja, lichtere blauw. Wacht, een felgroene broek. Even kijken, heb ik iets felgroen? Dit is misschien nu niet super fel, dit is nu niet alleen groen, maar
is volgens mij ook super leuk. Ja, ik vind groen en dat roze ook wel heel mooi. Ik ga nog heel even iets groen halen om te laten zien. Dat is dan een beetje het idee van hoe dat je het hier gepast hebt, denk ik, als je toen niet zo'n groene blouse aan. Dus dat kan ook super leuk zijn. Ik ga dat heel even zo tonen, dat je die kleuren samen ziet. Kan ook een heel leuke combinatie zijn. Is natuurlijk een stuk opvallender dan een lichtblauwe jeansbroek. Hangt er een beetje vanaf ook wat de gelegenheid is. Als je zegt van, goh ja, misschien wil ik wel opvallen, maar niet helemaal opvallen, dat kan. Maar ik vind het groen daarbij ook super mooi. Ik vind het echt een hele toffe combinatie. Ik zal anders ons even onderhangen. En wat je dan bijvoorbeeld ook kan doen, is dat groen op groen verder doortrekken. Oh ja, de broek is meer fluogroen. Ja, kan ook. Ja, dit is nu het groenste groen dat ik aan short notice kon vinden. Dus ook perfect een optie. Dus ofwel ga je voor de iets zachtere look dat roze met dat blauw gecombineerd. Of met dat groen voor iets meer opvallende combinatie. Dus beide kan absoluut. Welke vragen zijn er nog? Willen we nog iets weten? Claire zegt, leuk, heb wel een ideetje. Kijk goed, laat me straks vooral ook weten wat het geworden is. Vind ik altijd wel prettig. Is om uit te gaan eten. Ah, dan kan allebei. Ja, ik kan me voorstellen, als je ooit zo een evenement hebt waar je naartoe gaat. Anke kan meer. Ik ben enthousiast. Dankjewel. Heel graag gedaan, Claire. Heel graag gedaan. Ja, dus ik kan me voorstellen als je naar een evenement gaat waar dat je misschien minder mensen kent, dat je niet altijd per se onmiddellijk keihard wilt opvallen. Of net wel. Ligt eraan wat jouw doel is. Voor mij, ik merk dat als ik naar van die network events ga, dat de meeste mensen kiezen daar voor zwart of voor beige. En als je dan voor een felle combinatie kiest, dan spring je er natuurlijk uit. Op een netwerk-event, niet altijd slecht, want dan gaan ze eerder met jou komen babbelen. Op dagen dat je liever niet hebt dat ze met jou komen babbelen, is dat natuurlijk een ander verhaal. Claire zegt, ik ben nog altijd mega blij met dit jasje. Ja, dat snap ik. Het is ook echt een fantastisch jekkertje. En met dit weer is het ideaal als je zoiets extra kan aantrekken. Wat dan ook nog eens een hele leuke splash of color geeft. Maar voor een etentje, ik zou het zelfs met die groene broek durven doen. Ja. Ja, en we gaan naar de lente toe, hè. Dus sowieso meer kleur. Thank you. Welke vragen zijn er nog? Ik vertel er wel even verder over de lente schoonmaak challenge. Dus als je, ik krijg hier hartjes toegestuurd, vind ik altijd leuk. Als je lente reageert, nu in de chat of gewoon na afloop van de live of in, als je de replay kijkt in de comments, dan krijg je van mij een berichtje, schrijf ik jou in voor de vijfdaagse mini-training, waarin ik jou begeleid om jouw kledingkast onder handen te nemen en waar we gaan kijken op welke manier je dingen gaat kunnen combineren, hoe je je kledingkast gaat inrichten, op welke manier dat je dat kan aanpakken. Ik ga je niet zeggen, zo moet het en het kan nooit meer anders. Integendeel, als je me al iets langer volgt en als je me een beetje kent, dan gaat het op de manier zoals ik hier net ook de tips heb gegeven, zoals ik net ook Claire geholpen heb met haar vraag. Gaan we kijken naar, oké, wat zijn de mogelijkheden, welke opties zijn er en kies jij vooral wat het beste bij jou past. De mini-training is aan de hand van video's en mails, dus je krijgt paar dagen na elkaar een e-mail van mij met de uitleg van de uitdaging van die dag en dan ook een video met de uitleg van die dag. Dus je kan het bekijken op de manier dat jij het liefste hebt. Het is met mij, dus als je me leuk vindt, aanrader. Als je denkt, deze meid, te enthousiast, te veel kleur, dan misschien liever niet. Maar alleszins, heel leuke gratis challenge om aan mee te doen. Dus dat is ook 5 dagen gratis training en kunde en enthousiasme van mij dat je in je mailbox krijgt. Alles wat je daarvoor hoeft te doen is lente reageren onder deze video, nu tijdens de live of straks na afloop in de reacties. Alright, ik weet niet, welke vragen zijn er nog? Zijn er nog outfit kwesties waar we het over hebben? Zijn er nog combinaties waar we over twijfelen of waar we een vraag over willen stellen? Doe het dan nu, dit is jouw moment. Ik neem altijd op donderdag even de tijd om jou iets te leren, jou te inspireren en om een babbeltje te slaan. Dus grijp die kans ook om jouw vragen te stellen. Net zoals Claire nu met een gerust hart straks op restaurant kan. Ah, heerlijk. Ik denk dat we
nee. Ik ging joggen. Fuck, dan beter geen frietjes. Alright. Welke vragen zijn er nog? Laat het weten hier in de reacties of als je een replay kijkt in de comments. En als er geen vragen meer zijn, dan zie ik graag wat hartjes omhoog schieten, zodat ik weet dat ik met een gerust hart kan afsluiten, want er zit altijd wel een beetje vertraging op de reacties hier in de video. Dus laat maar van je horen. En dan hoop ik dat ik jou geïnspireerd heb, jou weer tips en tricks heb gegeven waar je mee aan de slag kan in jouw garderobe, in jouw lentegarderobe. Dus laat het vooral even weten. Het is altijd zo'n awkward moment waarin ik zwijg en wacht tot er hartjes op een vraag komt. En ik zie tot nu toe nog geen van beide, dus dat maakt dat zo super gênant voor mij. Gewoon even meegeven, hè? Want ik zit hier tegen mezelf, tegen een scherm te babbelen. Ik zie hier wel af en toe iemand live komen. Ik zie dat er mensen weggaan en bijkomen. En ja, natuurlijk kom ik heel dicht bij jou binnen en ben jij in je vertrouwde omgeving. Ik ben ook in mijn vertrouwde omgeving. Maar ik weet natuurlijk niet wat er in jouw hoofd speelt en of de tips duidelijk waren. En of je nog vragen hebt en of je aan het typen bent en of je een hartje aan het sturen bent. Let me know. Dan weet ik ook wat mij te doen staat. Alleszins, ik ga nog een beetje verder de nieuwe collecties teamen. Want blijkbaar gaat het niet zo snel vooruit als ik gehoopt had. Ik weet niet of jullie het verhaal van de steamer een beetje kennen. Maar die is al meer kapot geweest dan dat die gewerkt heeft. En de hand wat werd knoet knoet heet als ik daarmee aan het stomen was. Niet de bedoeling, want ja, daar komt stoom uit en heet. En je moet dat wel kunnen vasthouden. En nu is die opnieuw gemaakt. Het handvat blijft... Ça va, het wordt wel een beetje warm, maar niet meer verbrandend warm. Maar hij gaat traag nu. Hij gaat echt traag. Het ligt misschien ook aan mij. Dat kan. Dat kan absoluut. Het kan er ook aan liggen dat ik het niet zo heel graag doe. Maar bon, kijk, het moet gebeuren. Ze moeten mooi gestompt en in de winkel gehangen. Dus bon. Als er geen vragen meer zijn, dan zie ik graag een hartje voorbij komen of omhoog schieten. Dan weet ik dat ik verder kan. Oh, misschien zitten die vragen weer in dat vraagbordje. Nee, nog geen vragen. Oké. Okay. Nee. Als er geen vragen meer zijn, dan ga ik... Oeh, een hartje. Ben ik even gerust, zeg. Als er geen vragen meer zijn, dan wens ik jou nog een hele fijne donderdag toe. Ik kijk alvast uit naar het weekend waarin het weer stralend en zonnig weer wordt. Geniet er ook van. En wie weet, bestel al iets van die leuke, kleurrijke collecties. Als jouw kledingkast bijvoorbeeld nog aan een transformatie nodig is, reageer even met lente. En dan krijg je van mij een 5-daagse gratis mini-training waarin we samen de kledingkast opruimen. En dat valt zo'n beetje samen waar we het vandaag over gehad hebben. Alright, Sandeem! Tot volgende week voor weer een sessie. Als er tussentijds vragen zijn, stuur me gerust een privéberichtje op Instagram. Dan help ik jou sowieso verder. En wie weet inspireert het mij voor mijn volgende live. Bye!